De puntjes vasthouden. Puntjes? Ja, dat kun je niet omheen doen. Kun je daar vastmaken. Oh ja. Doe hem dubbel. Oh, toch al, Dani. Voor dat mooie stukjes de muziek heel lang poezen en dan afstand voor zo geluid erop kregen. Ik vond een hele prestatie. Ik hoop dat jullie nooit ooit geen bier drinken soms. En hij drekt anderdaags kwaliteit. Welkom, beste leu. Mooi dat je hier allemaal bij elkaar bent namens onze hoogheid. De prins van Lossen, Wim de Derde natuurlijk. Ook de Norwes, loopt door eens met het begin. Wat is dat dan fijn, Norwes? Hij is een keer in de Norwes kop en woonde. Hij is zo'n aansmans ook allemaal wat te doen hier, hè. Normaal is dit heel heen op Forensenstraatje. Maar nu gebeurt er niet alleen wat. Maar nu ben ook ik, wat dat betreft, uit hoes verkopen wil Norwes. Moet ik nu doen, want het is nu met zo'n adellijk persoon in jullie midden een keer zoveel weer. Alleen het mooie aanzicht wat je hebt. Trouwens ook het hoes van hij nou mooi met een schoting vlag te bieden. Dat is echt een schoting, hè. Die griept ook alles aan een feestje te bieden. En een mooie bal omhoog kreeg. Ik vind ook dat een prestatie. Geweldig. Dat is ook de schoting, denk ik. Bedankt namens dat hij dan denkt. Hoogheid. We hebben ontzettend genoten gisteravond. Het was een geweldig mooi feest. Daar komt natuurlijk de alle aanwezige carnavalisten. Maar natuurlijk het stralend middelpunt, de prins. Van Lossen, ik kwam er als een echte heerser uit en zo moet het ook. Ik keek vol trots over het carnaval via het volk van Lossen. En dat mij de komende weken gelukkig ook door. U bent er zeer van overtuigd dat Schaffel Eustig dan een geweldige hoogheid hebt. En daardoor zeer van genieten, meid. Geniet ook van vandaag. Het is een mooie dag. Ook alle andere leur. Iedereen is vanmiddag natuurlijk uitgenodigd in de tent achter Hotel Smit voor het speetshop. Er is ook nog het Leertjesfestival. Er zal ons een hoogheid. Ook zien Prinsenlied zal meedoen. Nou, ik denk dat ik een hele goede kans maak, want het is een geweldig nummer. Maar iedereen kan naar Moerbeke met Belden zingen en gewoon Polonaise lopen om de verder hoogheid een mooi feest van te maken. Dat is vanaf 2 uur. Maar we hebben natuurlijk daarvoor een aantal officiële plichtplegingen. En dat is als eerste het bord onthulden bij die hoes. Nou ja, onthulden. Ik neem aan dat je hem nog niet zien hebt. Ja, nu hè? Oh, wat mooi, wat een verrassing, hè? Ja, prachtig. Dus dat, ja, dat ben je van die officiële handeling, het onthullen van het bord. Ja, je kunt van verwerken, want het is zo'n prachtig mooi bord. Dat geeft natuurlijk in de loop van de jaren ontwikkelt zich de carnaval. Ik moet dat geschieten, wat mooi. En wat een skiere kjels en knappe kjels uit. Zodat de buurvrouw blieven en die gaat nu elke morgen om 6 uur op het raam kijken. En wakker worden met drieën van stukken stralende playboys voor de deur. Hè? Dus, je mij het officieel onthullen. Vroeger moesten de prinsen al die dat bord aanhouden op de gevel, nog met hout, nog aan het hoes. Timmer dat hoofd niet meer, maar de symbolische actie is dat je toch even met een scepter net door het uit de speakers de inhoud. Dus ik wil Frank, prins Wim de Derde, uit nu en symbolisch uw eigen naambord wilt bevestigen. Ook in de pers is dit, voor de paparazzi. Heel goed, kijk hier, ja. Ja, wie ben het? Je ziet dat niet technisch binnen. Echt knap, hoor ik nou, eerlijk woord. Geweldig. Beste leur, u wilt nu geen, natuurlijk even het woord gem aan onze hoogheid, want ik kan me voorstellen dat je geen even wat zeng wilt. En ik wil adjudant Arjan het woord gem om de hoogheid aan te kondigen. Ja, hier steden, tussen onzin. Hij is het middelpunt van de gemeente Lossen. Het boegbeeld van het Gaffeluskes carnaval. En natuurlijk ook de hofleverancier van gas, water en licht. Tevens ook nog eens onze greffelkoning op elke tennisbaan en het sportief hoogtepunt op Brulmanszenne. Verder ook nog eens de vertolker van elk lied en de zanger van de hoogste noot. De toezichthouder van elke buurt van een bult tot aan de muziekbuurt.
En tenslotte natuurlijk ook nog eens de grondlegger van het Excelsior Carnaval. Dankjewel, Boogrijk. Hier steden de 56e prins van de gemeente Lassen, Prins Wim de Derde. Bedankt voor de mooie muziek, voor de mooie binnenkomst hier. Arjan, bedankt voor de mooie woorden. En ik wil ook met name de technische commissie bedanken. Voor het super span. Het was vanmorgen een beetje scheef, maar het is allemaal goed gekomen. Hij steekt mooi. En natuurlijk de BCP, Sjern van Jor, geluk. Geen ballon, maar vlaggetjes dit jaar. Nou, ik word aan de morgen of dinsdag al een soepje aan. We komen helemaal goed. Moet zo gaan, sorry heren. Ja, ik ben geen secretaris meer van de BC, dus ik ben de regie een beetje kwiet. Maar het was wel mooi, we konden alles mooi zelf regelen, de dienbladen, alles, hè, de bonnen hebben we al opgehaald. En jullie waren blij dat ik alles deed, maar doe weer wat veel jongens. Doe helemaal goed. Goed, zoals gisteravond ook zei, ik vind het een geweldige eer om de 56e prins van Lassen te mogen zijn. Een bijzonder vereerd dat ik aangezocht word door Jan, Jeroen en Bob. En daar hebben we elkaar een paar keer voor bedankt, maar dat was top. Wie gaat een mooi seizoen van maken? Ik neem aan dat Jeroen zo nog in het Prinsenlied aanzet. En daarna wil ik jullie graag uitnodigen op binnen een kop soep en een broodje te nuttigen. En daarna gaan we verder richting Klaarhuis. Bedankt voor de komst allemaal en heel veel plezier dit seizoen. Dankjewel. Iedereen feest, iedereen heeft goede zin. Blaskapelden zijn nog in zin. De laatste kleding, het is alweer top. Gappel uit de stad op een kop. Wim de Derde, Noachem. Doet allen met ons mee. Hier is Wim de Derde. Het is fijn dat allemaal met naar binnen mij allemaal welkom. U maakt er met elkaar een geweldige dag van. En ik denk dat het Tukkerblauwers nog wat mooi mupke muziek. Maar normaal hebben we de Terkelkers die kunt met twee nummers. Maar vandaag hebben we muziek. Die kunnen vier. Dus ik zal zeggen, Kjels, Blauwers dan met knieën. Nu allemaal bedankt en tot later op de dag.